En dan nog even duidelijk maken wat wij willen met eigenlijk inhoud. Want het lijkt dat men in plaats van directeur heeft gegeven, dat is niet waar. En hier wil je later houdt in dat binnen de RFPD heb je een aantal onderzorgers. En als het goed is, rayons. Als het goed is, hebben we 8 rayons verspreid over de hele kustvlak. En zo'n rayon, kijk, dan heb je een aantal artsen in die rayon. En niet alle artsen kunnen tegelijk en van hun brieven en hun mededelingen rechtstreeks naar de directeur en alle tijden. Zo hebben wij dan een systeem gedaan en dat is een rayon coördinatiesysteem waarbij je dus hebt dat je dus binnen zo'n rayon een aantal artsen bij elkaar komen en hun als het ware, met een heel makkelijk woord, een woordvoerder aanbrengen. Maar woordvoerder in de zin van dat je dus wanneer we bij elkaar komen, dat we dus jullie bij elkaar komen en een leiding is. En daar hebben we gesproken wat van die. En een beetje gericht gesproken wordt. En dan hebben we de notules gemaakt en aan de hand van de notules en de problemen gaat 1 persoon aankaarten bij de directeur. En zo heb je dus een rayoncoördinator, dus van een aantal rayons. En wat tijd tot tijd hebben we vergaderingen. Of meetings waarbij we bij elkaar komen met de directeur, soms de onderdirecteur, soms de mededirecteur. En dan wordt het over gesproken wat rijdt en zelf binnen zo'n rayon. Oké, wat je wel hebt is dat soms dat het als de directeur vast zit of dat iets dringends gedaan moet worden in zo'n rayon, dat daarna een beroep op gedaan wordt op de rayoncoördinator om even in te springen. Deze soort gelegenheden. Opening van ziekenhuis, noem maar op, dan wordt het wel ingezet. Maar laat me duidelijk zijn, problemen letten aan zo'n rayon, wordt gezamenlijk besproken en uiteindelijk wordt een standpunt genomen en dat is dan het standpunt van die rayon. En dat wordt dan besproken met de directeur. Dat is de functie van een rayoncoördinator. Kijk, we hebben in de tijd gehad dat we zien dat we hebben 8 rayons. En er zijn rayons die vergelijken in deze Nikkei-fase. En toen de tijd hebben ze gezien dat de Nikkei heeft een apotheek, een centrale apotheek, meer gericht voor de mensen van het ziekenhuis. Maar het was ook ergens op de afspraak lopende dat medicijnen andere artsen voorgeschreven worden, kunnen ook daarmee mee. Die mensen kunnen ook hun medicijnen afhalen. Met de tijd is de omvang aan toenemen, aan de producenten toegenomen. Toen heeft eigenlijk tegen dat tijd communicering, je weet de medicijnen, die hebben periodes waarbij je schaars hebt, periodes waarbij je vallen hebt. En kon communicering dan niet, ziekenhuis communicering niet voor je supply. En toen hebben ze gezegd, we gaan hulpapotheken, laat het duidelijk, het woordje hulp aangaan, hulpapotheken, ja, in leven roepen. Hulp, het woordje zegt het al, hulp is niet voor leden, is voor die time die met de, die medicatie die acuut nodig zijn, die ons wat acuut is, die dat op dat moment nodig is. Dus toen hebben ze gedacht, daarna gaan, een apotheek is niet een supermarkt. Waar je van een sok of een cola gaat halen. Maar het is een zeer verantwoordelijke aangelegenheid. Je moet aan de top een apotheker hebben. Zonder apotheker mag je een apotheek niet draaien. Dat zegt de wet. Ja? Zo, je weet, je gaat, we hebben, als het goed is, 5 of 6 van die gezondheidscentra's hier in Rijn 8. En je gaat hier 6 of 7 apotheken in dienst nemen om deze hulpapothekers te draaien. En een apotheker is geen, ze is geen tweede van de straat, maar ze hebben een dure aangelegenheid. Dus, toen hebben ze gezegd, waar we 1 apotheker, dat is de centrale RTD, die heeft een apotheek. En geeft die apotheek en daar heeft die apotheker in dienst. Die doet zijn bestellingen. En via daar worden de medicatie
technische gebeurt naar de hulpapotheker, die rechtstreeks in verbinding staat met de apotheek in Paramaribo. En daarnaast de dienstbetreffende OI, arts die daar werkt, is dan direct verantwoordelijk van wat daar verstrekt wordt en niet verstrekt wordt. Ja, die hulpapotheek, het wordt centraal, het is nooit zodanig bevoorraad dat ik kan zeggen dat vooral op mijn podium bijvoorbeeld, ik heb al 50 mensen, ik heb net zo 76 mensen behandeld. En als ik in die trend door zou gaan en ik 100 of 200 mensen per dag zou doen, met zo'n klein gebouwtje, dan moet je zelf aan denken van binnen een week is mijn voorraad klaar. En deze hulpapotheek wordt om de 3 weken, soms nog 4 weken, soms heb ik geluk dat ik binnen 2 weken op voorraad, dus je ziet dat er gaps zijn. Maar omdat deze hulpapotheek niet zijn bestemd voor een volledige coverage van de Nigeriaanse gemeenschap. Omdat wij weten dat er een Slaanse apotheek hier is. Die van het ziekenhuis, die heeft altijd ingesprongen, dus die hoort die medicijnen te hebben. Elk arts kent zijn of haar verantwoordelijkheid. Als een patiënt daar aanmeldt en komt te overlijden, of er is iets gebeurd, er is nu gelukkig nog ook nu een medische tuchtcollege, waar elke bevolking daar aan zich aanmeldt. En laat me duidelijk dit audio nog een keer herhalen en nog een keer duidelijk zijn. Elke arts kent haar of zijn verantwoordelijk. En geen enkel andere arts, nogmaals, geen enkel andere arts gaat kunnen zeggen of die arts goed of verkeerd heeft gedaan. Nog een keer, geen enkel arts heeft de bevoegdheid om te zeggen dat meneer Piet, u bent ook arts, maar u bent daar verkeerd gegaan. Die bevoegdheid hebben we niet. Daarvoor hebben we de medische tuchtcollege. Dus het is als die man daar, hij of zij heeft gemerkt dat hij niet optimaal de behandeling heeft gehad, heeft hij recht te gaan naar de medische tuchtcollege en dan wordt het straks aangesproken. En laat de medische tuchtcollege bepalen wat met zo'n arts beslist. Wat er beslist wordt met zo'n arts. Dus terugkomen, ik ben blij dat ik vandaag hier ook mag zijn om alleen aan te zijn, want ik denk speel daar. Ik ben niet de persoon die hier echt die verdedigt, laat me duidelijk stellen. Ik ben echt die arts. De eindverantwoording ligt bij de directeur, daarna bij de minister. Als het niet wel en goed gaat, moet de directeur of de minister hier komen praten. Ik ga voor u niet komen opnemen. Ik kan wel hier zeggen wat je wel en zelf. En de geval van Wageningen, ik heb dat zaakje tot in details laten onderzoeken. En er is een stuk in de Times gespeeld. 2 dagen geleden was er een mooi stuk in Times, waarbij de directeur heeft gereageerd. En we hebben een uitgebreid werk van gemaakt. En daar kwam het vandaar dat ik in het begin heb die onderscheid gemaakt. Je hebt een part of verzekeringssysteem en je hebt een RGD onder mij vergoed. Die patiënt die is komen te overlijden, die was een patiënt van dokter Romulo SZF-verzekerde. Gezien door zijn huisarts verwezen CITO naar EHBO en niet bij een andere arts. Als de ene arts daar al gezien is dat er kritiek is, wil niet zeggen onderwijs aan de arts gaat zijn hand leggen en die persoon gaat beter worden. Eerst het beste wat je moet doen is zo snel mogelijk de EHBO raken. Want het is een huisarts en een arts die thuis is, heeft geen zuurstof en dergelijke om al het eerste hulp te verlenen. Want dan had de huisarts al daar gedaan. In deze is de patiënt verwezen CITO naar EHBO. De patiënt is op het nadrukken net van luister, het gaat niet goed, je moet snel zijn. Er is een hele apart geweest, maar dat is een verhaal die ik daarover noem, maar er is een apart geweest. Gestopt bij mij thuis, in deze waar ik geroepen, en de patiënt is niet bij mij geroepen. Gestopt bij dokter Manna, 10 minuten bij mij, 10 minuten bij Manna, ben ik al 20 minuten terug. De huisarts had niet gezegd om bij dokter Lachman te stoppen, of bij dokter Manna te stoppen. De huisarts had gezegd rechtstreeks naar EHBO, u gaat tijd verliezen. Al gaat u bij dokter Lachman stoppen, wat gaat dokter Lachman aan de hand leggen? En dan gaat die patiënt echt niet over die overleven. Dus even, dus in deze heeft men dat ik opgeplaatst waarbij ik niet thuis was. Ik weet niet van dokter Manna. Dus die man heeft risico genomen. Natuurlijk een acuut geval. Welk arts dan ook gaat proberen zijn best te doen om eventueel iets te doen. Maar elk op onthoud kost tijd.
En tijd is voor dat, was op dat moment erg duur voor die persoon. Dus nogmaals, ik weet niet waarom men en dat de ding zo in de eten heeft gebracht. Als je al door je huis als gezien bent, dan denk ik niet dat je gaat shoppen om bij aan de afspraak. Dan ga je naar desbetreffende instantie waar hij toe werd verwezen. Dank u wel. Nummer 4, Wageningen heeft de EHBO kosten. Fully equipped. Oké, dan hou je punt even aan, dan gaan we dat maar. Volgende. LGD-arts, u zegt dokter Romulo, ik spreek de naam niet uit. Ja, hij is dokter Romulo is een SNF. Een partner. Ja. Dat zegt dokter Ebel, dokter Karaya en die spannen. We hebben daar geen LGD-arts. Ja, ja. Er is een LGD-arts? Ja, ja, ja. U zegt dat er geen LGD-arts of wat? Ja. Dat is dus dat in de permanent is er niet, maar er is. Nou, wat bedoel je met permanent? Als je 6-7 maanden moet blijven, er is altijd een arts. Roeren, van 3 weken, van een week tot een maand, 3 maanden. Er is geen vaste arts die daar blijft voor 6 maanden van jaar. Ja, want ik denk net aangegeven, de mensen, de artsen willen niet werken in Wageningen. Dat houdt in, er is daar iets wat correctie verdient. Klopt, ik ben blij dat je dat aangaat. Laat mij even direct aangaan van dat je hebt gezegd één dat de EHBO daar nodig is. Niet alleen Wageningen die EHBO nodig, maar meneer Van Kendrij heeft het net heel mooi gezegd. Moet het hele gezondheidssysteem zo dadelijk aangaan. We hebben dat op de podium zijn aangemaakt, die er naar poging zouden openmaken. Dus er zijn structureel dingen die we moeten aanpakken. En ik vind het heel jammer, misschien heb ik het niet goed geluisterd, dat in het programma, of wat noemen jullie, wij noemen maar beleid wat wij maken. Begrotingsplannen van jullie. Heb ik dat gemist? Heb ik gemist? Ik heb nergens kunnen lezen dat we hebben nog 3 artsen nodig, we moeten nog een jaarbeeldkort daar maken. Dat heb ik gemist. Kan dat ik misschien heb niet gelezen bij jullie? Dat is jullie weg waar jullie moeten inkomen.